Centraal Beheer steunt vrijwilligersactiviteiten in Apeldoorn. Apeldoorn heeft als eerste een nieuwe winkelbeleving in de stad. En woningmarkt voor starters en doorstromers in Stadhuis. Het verzekeringsbedrijf Centraal Beheer Achmea steunt de vrijwilligersactiviteiten in Apeldoorn. Zo 200 medewerkers van het verzekeringsbedrijf gingen ook als vrijwilliger aan de slag bij een aantal instanties. Kun je een beeld schetsen van waar ze zo al mee bezig zijn? Ze hebben in Spelderholt het een en ander gedaan in de instelling om daar mee te helpen met activiteiten. Ze hebben op de Veluwe een fietstocht meegedaan voor zowel vluchtelingen als gehandicapten. En ze hebben bij allerlei hand- en spandiensten verricht bij een aantal andere verenigingen hier nog in de stad. Is de deelnamebereidheid bij deze mensen groot, bij jullie? Ja, we zijn er net mee begonnen, hè, vorig jaar voor het eerst. Toen zijn we bijvoorbeeld met oudere mensen in Paleis het Loo ook geweest. Toen hadden we ruim 100 medewerkers die meededen en dit jaar is dat al het dubbele. Dus wij hopen dat dat de komende jaren telkens blijft verdubbelen en dat straks iedereen meedoet. Woensdagavond werd in het campusgebouw van Centraal Beheer een bijeenkomst gehouden voor bestuurders van verenigingen en organisaties die met vrijwilligers te maken hebben. Daarbij was ook wethouder Paul Blokhuis aanwezig, omdat de gemeente Apeldoorn de belangen van de vrijwilligers in Apeldoorn niet alleen ondersteunt, maar er ook voor zorgt dat de vrijwilligers zijn verzekerd tijdens hun werk. Wij proberen mensen wel te helpen om soms in oerwoud van regels de weg te leren kennen. Daar hebben wij het verenigingsbureau voor. Ze onderdeel van onze welzijnsorganisatie is die mens. Er zitten professionals die mensen heel goed de weg kunnen wijzen. We hebben ook andere organisaties, bijvoorbeeld de CAP, die met name mensen die in de zorg als vrijwilliger actief zijn kunnen ondersteunen. Dus wij proberen mensen te ondersteunen, maar het vrijwilligerswerk zelf, dat doe je natuurlijk vooral zelf. We hebben als gemeente ook een collectieve verzekering gesloten voor vrijwilligers. Die ervoor zorgt dat je in ieder geval niet druk hoeft te maken over allerlei aansprakelijkheidsproblemen. En we leveren een bescheiden bijdrage aan de vrijwilligersprijs, de Apeldoorn Trofee. Dat zijn zo'n paar voorbeelden waaruit blijkt dat wij wel heel veel waarde hechten aan vrijwilligers. Want wij zijn echt heel blij met en trots op al die vrijwilligers die in Apeldoorn actief zijn. Centraal Beheer Achmea is een van de weinige verzekeraars die de vrijwilligers willen verzekeren. Landelijk zijn bijna alle gemeenten hiervoor bij Centraal Beheer aangesloten. We hebben 6 jaar geleden de vrijwilligersverzekering geïntroduceerd, waarmee gemeentes zich kunnen verzekeren voor alle vrijwilligers die in die gemeente werkzaam zijn. Jullie zijn ook aangesloten bij deze verzekering? Ja, Apeldoorn heeft er vanaf het begin af aan aangehaakt bij de verzekering. Ja. Vandaar ook jullie bijdrage vanavond aan deze bijeenkomst. Ja, wij juichen heel erg toe dat Achmea Centraal Beheer dit organiseert. Ik zie hier allemaal bekende Apeldoornse vrijwilligers, bestuurders. Wij juichen toe dat een grote organisatie, een van de grootste werkgevers in Apeldoorn, dat die op deze manier ook vrijwilligers helpt en in het zonnetje zit. Oud-volleyballer Bas van der Goor sprak als gastspreker over zijn foundation en over het zware werk wat zijn vrijwilligers vaak moeten doen. Volgend jaar bestaan we 10 jaar en dat is een stichting opgezet met de missie om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door middel van sport en bewegen. Ik heb zelf al 12 jaar diabetes en wil graag de ervaringen die ik heb opgedaan delen met andere mensen met diabetes. En daar vertel ik graag over. De avond werd afgesloten met trendswatcher Ruud Veltenaar. Hij sprak vooral over hoe de toekomst voor het vrijwilligerswerk eruit zal zien. In tijden dat er steeds meer winkels sluiten, is er donderdag op het Leijerplein in Apeldoorn een winkel opengegaan. Mansion 24 kent meerdere concepten in één winkel. Kleding voor de heren, een kapsalon, een platenhoek en een café met ruime zitbanken zowel binnen als buiten. 24 staat voor de servicegedachte, dat we dag en nacht meedenken met de klant die wij willen bedienen. Gezien ook onze openingstijden waar we rekening mee houden. En Mansion staat voor een grote ruimte waar veel wordt aangeboden, waar je prettig kan winkelen. Alles onder één dak bij wijze van spreken? Alles onder één dak, wat de man interesseert. Ik heb een wereld gecreëerd die ik zelf miste. En we hebben daarbij allerlei disciplines bij elkaar gebracht die elkaar versterken. Ik zeg dat vaak, een soort 1-1-3 formule. Dus dat je inderdaad, als je aan het winkelen bent op de Korenstraat en je vrouw gaat het tweede boutiekje in, dat jij denkt, nou, als je mij zoekt, ik ben daar vast een bakje doen. En dan is het aan ons de truc om je te prikkelen met meer mooie dingen. De keuze om kleding voor mannen te verkopen is doelbewust geweest. Ja, want ik vind dat hier in Apeldoorn
Maar ook in meerdere steden deze doelgroep een beetje wordt vergeten. Het is een grote groep wat, zeg maar, als je kijkt naar de gemiddelde hoofdstraat, dat bedoel ik niet alleen de naam hoofdstraat, maar de winkelstraat in een stad, richt zich met name op de 15-25 doelgroep. Dan ben je snel geduwd in een jeanswinkel. Of je moet naar herenmode. Maar er zit niet een goede mix tussen. Mansion 24 is niet bedoeld om alleen mannen binnen te lokken. En de vrouw wel welkom? Hartstikke welkom, want 60-70% van de kleding voor de man wordt door de vrouw bepaald. En ze kiezen graag mee. Om een idee te geven, de kapper hier is ook voor vrouwen. Muziek is voor vrouwen, café is voor vrouwen. We houden rekening met het lekkerste wijntje voor de vrouw, dus ja, zeker. En zou dit concept hier aanslaan binnen Apeldoorn? Wat denkt u? Ik denk dat er een gat is, ja. Ja, ik denk dat er een grote groep mannen, zeg maar, inderdaad buiten de stad winkelen, die het hier niet meer kunnen vinden. En ik zelf was er ook onderdeel van. Mogelijk zijn winkels met meerdere concepten onder één dak het antwoord om de winkelleegstand in de toekomst te beteugelen. Donderdagavond werd in het stadhuis een woonmarkt voor starters en doorstromers gehouden. Het was voor de eerste keer dat de gemeente Apeldoorn dit mede organiseerde. Er wordt eigenlijk al een aantal jaren de startersmarkt weer door de NVM georganiseerd. En we dachten van, nou, misschien is het ook wel een mooie combinatie om dat samen met de gemeente te doen. En ook voor een andere doelgroep, de doorstromers. Niet alleen de starters, maar ook de doorstromers dit jaar is blij te maken met iets nieuws. Voor de starters, worden daar nog bepaalde subsidies aan gegeven door de gemeente? Nee, op dit moment niet. Wel voor groepen, maar niet voor de starters op zich meer. Dat is helaas niet meer het geval. En wat bedoel je onder groepen? Collectief particulier opdrachtgeverschap bouwen. Daar is nog wel een subsidie voor. Wooncorporatie De Goede Woning verhuurt niet alleen woningen, maar biedt ook huurwoningen te koop aan. En welke doelgroep richten jullie op? In principe kan iedereen van De Goede Woning kopen, maar we merken dat over het algemeen starters bij ons het meeste woningen kopen. We hebben vrij veel appartementen en met name interessante woningen voor starters verkopen wij. En vanaf welk bedrag kunnen ze een woning kopen bij jullie? Appartementen is al vanaf zo'n 95.000 euro, 100.000 euro. Dat zijn appartementen met één slaapkamer. Één gezinswoningen vanaf zo'n 130.000 euro ongeveer. De woningmarkt is na de crisis in de afgelopen maanden weer aangetrokken. En waardoor is de woningmarkt aangetrokken? Nou, een stuk vertrouwen wat mensen hebben. En rente wat natuurlijk ontzettend gunstig is. Ja, die rente is dusdanig laag dat het voor een heleboel mensen ook echt aantrekkelijk is om nu te gaan verhuizen. Hun oude hypotheek kunnen ze dan afscheid van nemen die misschien wel met de rente zit die 1,5% hoger zit. Waardoor ze ook het gewoon met een veel lagere rente verder kunnen. En tegen zeer weinig extra kosten. De opdrachtgevers durven ook weer te gaan starten met nieuwe projecten. En dat is gewoon heel positief nieuws, dus dat is heel goed. En je ziet ook dat de woningen die wat hoger in het segment zitten nu ook verkocht worden. Tijdens de woningmarkt werden diverse workshops gegeven. De woningmarkt werd door veel jongere starters bezocht. Morgen zijn er wolkenvelden en schijnt er regelmatig de zon. Het kan zelfs 19 tot 20 graden worden. In de avond en nacht daalt het kwik naar 3 graden en kan er mist ontstaan. Zondag is het wisselend bewolkt en droog en 19 graden. Maandag is het bewolkt en kan er misschien een buitje vallen.